Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Dinsdag 31 augustus 2021. De laatste augustusdag. Morgen volgende week. Morgen is het september. Yes, wat blijft de tijd? Mooi Van Gogh zonnebloemetjes neergezet. Ja, ja, ja. Beetje uit laten drogen. Prachtig als ze lelijk zijn. Ja. Mensen. We zijn er weer, een nieuwe week. Yes, de dinsdag. Het is vandaag 15 graden. Het meest is het bewolkt. We hebben gisteren nog even een wasje kunnen draaien. Eindelijk was het een beetje droog weer buiten. Nou, daar staat hij dan, Mr. Max Verstappen. Op Zandvoort. Ja, zal het gebeuren. 4 kilometer asfalt. Nou, Verstappen. Mensen. Ik ben nog niet helemaal beter. Ik heb een beetje last van mijn luchtweg. Ja, een beetje kortademig. Ja, het gaat nog niet helemaal goed. Het is een beetje behelpen allemaal. Ja. In ieder geval. We zijn weer in de keuken. En ik is er weer. Een beetje afstand. Hè? Haha. Tralala. Kratjes weer rond. Dit gaat eigenlijk gewoon helemaal nergens over. Dat moet toch ook kunnen. Ik krijg nog steeds niet voor elkaar met de sokken. Nee. Lastig joh. Lastig man. Ik weet niet hoe vaak ik het al uit heb gehaald. Ik heb een ronddraaipen. Dat wil je het ook niet. Met 4 pennen. 3 pennen opzetten en dan de 4e pen elke keer overhalen. Ik krijg het voor elkaar. Ik zweer het je, ik krijg het voor elkaar. Henk in de keuken. Tralala. Nou. Balletje. Koppie heb ik weer lekker glad geschoren. Kijk. Mooi glad, yes. Haar gewassen met koud water. Uitgespoeld met koud water, gewassen met baking soda, baksoda. Ja, dat en appelazijn. Gaat perfect. Wat mooi schoon. En die kan me, hè. Ook zo min mogelijk... De doorheen joelen. Nou, dan doe ik mijn pet wel eens op zo. Kijk, dat is ook wel mooi zo, die pet in New York. Yankees pet. Beetje ruim, maar... Kop wel gevuld. Nou, hier staat hij wat. Ja, dat gaat wel, hè. Nou, leuk toch? New York Yankees. Mensen, het is weer... een rare Henk in de keuken. Pet maar af. Hè? Een rare Henk in de keuken, maar och, we maken er wel weer wat van. Iedereen wens ik het beste en ik zou zeggen, tot morgen. Toedeledokie.